Goed, wat we vandaag gaan doen is een foto uitsnijden van zijn achtergrond en dan zorgen dat de achtergrond oftewel wit wordt of doorzichtig. Ik denk dat doorzichtig het beste is, want dan kun je de foto op wat voor achtergrond dan ook plakken en dan past die er altijd in. Daarvoor gebruiken we een gratis online editor programma genaamd PixelR. Hierboven kun je zien wat je in moet toetsen, pixlr.com. Oké, als we daar zijn, klikken we op Open Image Editor. Dan opent zich het programma en dan is het de bedoeling dat we de foto gaan uploaden naar het internet om met het programma te werken. Dus we kiezen Open Afbeelding van Computer. Ik heb hem op mijn bureaublad staan. Ik klik hem open en dan wordt hij geladen. Ik wil niet in het origineel werken, maar wel in de kopie. Dus wat ik doe is het origineel even deblokkeren. Dat doe ik hier rechts. Je ziet mijn handje hier als het goed is. Ik dubbelklik op het slotje. En hij is gedeblokkeerd. Dan selecteer ik hem met de linkermuisknop en ik trek hem naar beneden naar dit icoontje. En ik heb een kopie. Ik ga even de lagen een naam geven. Zodat ik weet waar ik in werk. En zoals je al ziet, kun je zien dat als ik in deze laag werk, in de originele laag, dat die blauw is. En daar gaan we dus heel snel vandaan, want ik wil in de kopielaag werken en niet in het origineel. Zodat ik altijd mijn origineel nog behoud. Oké, we zijn in de kopielaag. Ik wil wat gaan uitsnijden. Ik wil namelijk dit uitsnijden van de achtergrond. Dat doen we met een lasso tool. Die vinden we hier links bij het gereedschap. Je hebt twee lasso's. Je hebt de vrije vorm lasso en je hebt de veelhoek lasso. Deze keer kiezen we voor de veelhoek lasso omdat het onderwerp vrij hoekig is. En de computer mooiere rechte lijnen kan trekken dan ik met mijn hand kan doen. Hoe dat werkt ga ik je zo vertellen, maar ik ga je eerst nog iets vertellen over de vrije vorm lasso. De vrije vorm lasso, als je die geselecteerd hebt, gebruik je dus voor bijvoorbeeld als ik deze tomaat eruit zou willen halen. Ik zal je even laten zien hoe dat werkt. Ik klik met mijn linker muisknop en ik ga zelf langs de tomaat, zover ik dat kan, zo. En ik zorg ervoor dat ik weer bij het beginpunt kom. En dan pas laat ik de linkermuisknop los. Als ik het eerder doe, als ik de muisknop eerder loslaat, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Als ik niet het goede geselecteerd heb. Dus dat is heel belangrijk. Je ziet, dit is vrij eenvoudig. Ik heb hem nu geselecteerd. En ik kan hem er nu mee doen wat ik wil. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan nu even terug in de geschiedenis. En dat is mooi, want dit programma heeft een geschiedenisbalkje, dat staat hier rechts. En daar kun je altijd weer teruggaan naar het laatste wat je aan het doen was. Ik was net met de lasso bezig, maar daarvoor had ik de laag gedupliceerd. Dus wil ik weer opnieuw beginnen, dan ga ik daarop klikken. Oké, we kiezen nu voor de veelhoek lasso. Linksbovenin klik ik daar één keer op. En ik kies ervoor om de doezelaar op ongeveer 20 te zetten. Oké, het blauw wil ik niet mee selecteren, dus ik kies ervoor om een beetje onder het zwart te gaan zitten. Dan gaat er iets van het zwart af. Ik kies ervoor om hier te beginnen. Ik klik met mijn linker muisknop en ik sleep gewoon de muis naar rechts. En ik zie hier dat hier een blaadje zit, dus ik kies voor het blaadje om te stoppen. Dan ga ik een stukje omhoog. Zo, en een stukje weer omlaag. En zo ga ik even dit hele bord selecteren. Nou, dit is niet echt een mooie hoek, dus in plaats van zo te doen, ga ik nog een stukje hier naartoe en maak ik hier nog een extra klikje. En dat doe ik hier ook. Je ziet dat ik wel onder de zwarte rand ga zitten. Hier moet je even een keuze maken wat je doet. Wil je die erbij of wil je die niet bij? Ik zie dat die links er ook niet op staat. Het is niet echt belangrijk, dus ik haal hem eraf. En ik ga hier naartoe. En hier ook even twee keer klikken, zodat ik hem goed erop heb. Want dit is een ronde hoek. Zo. En hier naar die kant. Nou, je kan wel zien ongeveer aan de lijn of die ook een beetje recht is. Ik klik hier nog een keer en ik klik hier nog een keer, zodat die weer mooi rond meegaat. Hier nog een keer, hier nog een keer en hier nog een keer. Hier ook, eentje in het midden, klik en klik. En volgens mij ben ik er nu al bijna. Even kijken, hier op het hoekje nog eentje, klik. En ik geloof dat ik hem nu al heb. Ik ga nu naar het beginpunt. En als ik daarop klik, dan zou hij hem helemaal moeten selecteren. Ja, en dat doet hij ook. Nou,
Je ziet dus heel duidelijk wat we geselecteerd hebben. Ik heb de bovenkant geselecteerd. Ik heb ervoor gekozen om dit niet mee te nemen wat hieronder zit. Dat kun je natuurlijk wel doen. Je kan natuurlijk zeggen, die neem ik ook mee. Dat je hier stopt en dan hier een klikje maakt. En dan hier helemaal door en dan hier een klikje en weer daar. Dan had je dat ook mee geselecteerd. Maar het is aan jou de keuze om dat te doen. Oké, ik heb hem nu geselecteerd. Wat we nu gaan doen is naar rechts, naar het lage minuutje. Dat zit hier. En wat we nu doen is, we klikken op deze knop. Dat is een laag masker toevoegen. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er het volgende. Hartstikke idee. Nu denk je, oh, ik heb iets fout gedaan, want er gebeurt niks. Nou, ik zal je laten zien dat er wel wat gebeurd is. Hier rechts zie je een veetje. Dat betekent dat de laag zichtbaar is. We gaan even de originele laag uitzetten en dan kun je zien wat er gebeurd is met de kopielaag. Ah, nu kun je ook meteen zien wat een doezelaar is. Je ziet dat er een vrij onscherpe, zachte rand omheen is gekomen. Dan zul je misschien denken van nou, ik vind het niet zo mooi, ik wil liever dat die scherp is. Dan moet je gewoon weer teruggaan en dan de doezelaar lager zetten. En ik wil dat wel even laten zien hoe dat werkt. Dan ga ik naar de lasso gereedschap, want dat is het laatste. En dan ga ik hier de doezelaar kiezen. En dan zet ik hem niet op 20, maar dan zet ik hem op, ik zeg maar wat, op 10. Dan kun je het verschil zien. En ik klik dan weer hier, want ik heb alles geselecteerd. Ik klik dan weer hier op een laag masker toevoegen. En dan ziet hij er zo uit. Ja, ik vind hem zo wel, dit is wel een leuke combinatie tussen scherp en ook een beetje een overgang. Nou, dit is een fotobewerkingsprogramma. Dat betekent dat je nog veel meer kunt doen. Ik wil de foto ook nog een beetje opfrissen. Wat ga ik doen? Ik ga naar aanpassingen. Ik kan in de helderheid een contrast doen, de kleurbalans. Nou, er zijn heel veel dingen wat ik kan doen. Ik ga alleen iets aan de helderheid en het contrast doen. Ik ga hem ietsje helderder maken. Niet te, zo, een klein beetje. Hier kun je zien hoeveel het is. Het contrast ga ik even mee spelen om te kijken of ik dat nog iets mooier kan maken. Oké. Ik zou het ook wel leuk vinden om de kleuren nog iets te... hoe noem je dat? Iets feller te maken. Ik kies dan voor rood en groen voornamelijk. Dat heb je hier voornamelijk. Zo, je ziet het al meteen veranderen als het goed is. En het groen ook. Zo. Ik vind dit... Persoonlijk vind ik dit wel leuk. Ik kies op oké. Okay. Wat je ook kunt doen is... waar is die tint en verzadiging? De verzadiging van de kleuren kun je instellen. Dat doe je door hier zeg maar naar rechts te slepen of naar links. Nou, dit is natuurlijk veel te veel. Wat je doet is je maakt de kleuren die er al in de foto zit, maak je sterker. Nou, normaal staat die rond hier. Ik ga hem ietsje sterker maken. Zo, ik vind dat wel goed. Oké, nou, nu zijn we in principe redelijk klaar met de foto. En wat we nu moeten gaan doen is de foto opslaan. En de foto willen we opslaan op zo'n manier dat die doorzichtig blijft. Dat betekent dus dat je straks de foto op enige achtergrond kan plaatsen. En dan ja, zie je dat hier achter verschijnt. Dat zal ik je zo laten zien. Goed, we gaan naar bestand. Dat staat linksboven. En we kiezen bewaren. En je ziet hier afbeelding bewaren. En dat wil ik doen op mijn computer. Je zou het ook nog ergens anders kunnen doen. Ik geef hem een naam. En hier zie je JPEG goed voor de meeste foto's. Maar omdat ik een doorzichtige foto ga gebruiken, moet ik kiezen voor PNG. De hoogste kwaliteit. Ik kies op OK. En dan mag ik nog kiezen waar ik hem wil opslaan. Ik zal hem even openklikken. En dan zul je zien hoe hij eruit ziet. Hij komt er dan zo uit te zien. Nu schrik je misschien een beetje, want je ziet dat dit grijs is. Dit is een equivalent voor het programma Word, wat je op Microsoft hebt. Als ik hem bijvoorbeeld hierin sleep, zul je zien dat hij gewoon doorzichtig is. Zo kun je dus heel gemakkelijk met dat programma de foto's bewerken en opslaan en gebruiken. Nou, ik hoop dat dit voldoende uitleg is om er zelf lekker mee aan de slag te gaan.